Ja. Even van alles wat je wilt bespreken. Maar wat je heel, heel belangrijk vindt, erotisch centrum hier in Amsterdam. Er zijn 3 locaties voor aangewezen. Ja. Maar jij zegt, het is niet handig. Ja, niet, wij noemen dat het Femke Halsma megabordeel. Want nee, maar dat maar zo klinkt het als het vroeger madame geworden is. Ja, ja, nou ja, nou nee, zij zelf niet. En dat wil ik ook niet in de schoen schrijven. Kijk, er moet een oplossing komen voor de wallen. He, die ramen daar, daar zit een probleem. Het is een criminogene business, zoals het heet. Het trekt criminaliteit aan, het trekt een vorm van toerisme aan die we niet willen. Het is niet, het is vrij onterend voor die vrouwen. Je hebt problematiek met dat die vrouwen daar ook niet altijd vrijwillig zitten. Nee. En er is gigantisch veel overlast. Politiehandhaving heeft het niet meer in de hand. Het laatste is heel belangrijk. Het idee is heel groot gebouw maken waar als het ware de wallen, maar dan in een gebouw. Waar dus sekswerkers kunnen werken, veilig en legaal. Waar bezoekers centraal naartoe kunnen. Nou, op zich is daar wat voor te zeggen. Waar volgens jij in de 20 Amsterdam niet iets voor te zeggen is, is om dat midden in een woonwijk te doen. En er zijn nu 3 mogelijke locaties aangewezen. 2 in Zuid, 1 in Noord. Ja, 2 dicht bij de Rij en eentje bij het IJ in de buurt, toch? Ja, ja bij NSM-terrein. Ja. Nou, wij gaan morgen naar Amsterdam-Zuid. Gaan we ook de wijk in met mensen praten. Want dat is natuurlijk geen goed idee. En we hebben natuurlijk ook, we zouden jij in de 20 niet zijn als we niet een beter idee hadden. Namelijk... Oh ja, jullie zijn altijd van de betere ideeën? Ja, ja, ja. Nee, maar het is goed om te weten, ja. Nee, ja. We zijn een hele constructieve partij. We hebben het Westelijk Havengebied. Wellicht een heel grote cruiseschip. Ja, daar wonen nu asielzoekers op. Dat contract dat loopt nog een half jaar. Dus we zeggen ook niet, schop die mensen eruit. Nee, maar over een half jaar moeten ze wel vertrekken. Over een half jaar is dat contract afgelopen. Jongens, er ligt daar een boot. Ja. Met horecagelegenheden erin. Ja. Met barretjes, maar met restaurants, met kamertjes. Met je eens. Het is een drijvend sekspaleis. In een wijk waar niemand woont. Maar er zitten dus asielzoekers in. En die asielzoekers zouden er over een half jaar uit moeten. Nou weet jij ook dat wij nergens asielzoekers meer kwijt kunnen in Nederland. Ze slapen in Ter Apel op de grond, buiten. We hebben door dat er nu 70.000, 80.000 deze kant weer opkomen. En daar gaat niemand meer ruimte voor vinden. Op de wallen kunnen ze. Zet je niet op de wallen. Nee, maar dat maakt het een beetje lastig om die mensen over een half jaar eruit te zetten. Moet toch? Je luisteren. Ik zit hier voor de Amsterdamse kiezer, voor de mensen op de wallen die gewoon geen leven hebben door wat daar gebeurt. Ook vrouwen die daar niet veilig en waardig momenteel hun werk kunnen doen. Mm-hmm. Die asielinstroom, daarvoor moet je de VVD bellen. Dan moet je hier Ruben Brekelmans of Erik van den Burg neerzetten. Dan moet je die gaan vragen wat zij eraan gaan doen. Want aan onze partij zal het niet liggen. Jaren 20 propageert al sinds de oprichting het zogenaamde Deense model. Dat is een heel rijtje haalbare punten om die instroom. Nee, maar dat is niet in onze handen natuurlijk. Nee, dat is Europees. Als de regering weigert op te treden tegen de astronomische cijfers die op ons afkomen. Dat ben ik met je eens, Annabel, maar dat bespreken wij ook nog wel eens bij ons in het programma. Misschien kijk je er wel eens naar met Johan. Ja, ja, ja. En de essentie daarvan is dat ik het op zich nog met hem eens ben ook. Alleen wij kunnen niet zomaar die regelgeving veranderen. Nee, maar die regelgeving schrijft niet voor dat die mensen daar nog een half jaar op die boot zitten. Die boot dat is waar. Moet gewoon maar we hebben geen opt-out zoals de Denen hebben om een systeem. Nou, dat ligt juridisch wat ingewikkelder. Er kan wel degelijk heel veel bijvoorbeeld in een partnerland asiel laten aanvragen, daar de procedure laten afwachten. Dat Dublin kan akkoord gewoon. Is dat. Maar... Nee, dat is weer wat anders. Dublin akkoord is dat je blijft in het land van aanvragen. Dat is trouwens ook heel grappig dat je dat aanhaalt. Want het Dublin akkoord wordt dus wel massaal met voeten getreden. Juist. Dat mensen dus niet in hun aanvraagland blijven. Nee, dat is het probleem. Laatst ook met die mensen die uit Italië Precies, kwamen. Maar als 2.000 of 3.000 andere mensen. Regels, dan is de VVD ineens van nee, regels zijn regels. Maar goed, terug naar die boot. Jij zegt asielzoekers over een half jaar vertrekken. Die moeten eruit. Daar sekswerkers daar naartoe. Die sekswerkers kunnen daarin. Het is discreet. Je kan met je auto in die boot parkeren. Dus ook niemand eens. Hoeft te zien dat jij daar je zaakjes doet. Het is veilig voor die vrouwen. Die kunnen daar inpanden. Dan kom je wel weer van die boot af dan? Ja, dat is je moet makkelijk. Er wel weer dat af, lukt wel. Ja. De boot is vol. Ja. Ja, dus ik denk dat het ideaal is. Het Westelijk Havengebied woont niemand. We hebben daar gesproken met 1 ondernemer daar. Er zit 1 koffieshophouder, die vond het een prima plan. Dus ik verwacht ook weinig weerstand. Ja, als er maar eentje zit. Buurt. Is ook geen nieuw plan, het is al eerder beproefd. Maar wat vind je van dit plan, Pieter? Nou ja, in mijn lange zondige leven in voormalige Sovjet-Unie heb ik heel veel van die boten gezien natuurlijk. Van binnen ook? Zeker. Ja? Ja, zeker. In Kiev ook lag een hele beroemde grote boot. Waar, maar dat was altijd wel weer leuk. Met een orkestje, met muziek. Je ging een avondje uit, zou je maar zeggen. Maar op zich is het plan niet slecht, en als het maar, ik heb het idee, ik ben bang dat het allemaal zo klinisch wordt. Weet je wel, een soort afwerkplek. Als we de burgemeester zo horen, die heeft hele visioenen over mooie burleske erotiek en shows en dat soort dingen. Dus die gezelligheid, als ik haar zo hoor, komt dat wel goed. Oké. Maar het idee op zich vind ik ook prima. Alleen, ik denk dat het een heel gevoelig punt wordt als deze mensen van die boot af worden gehaald over een half jaar. De asielzoekers, zeg maar. Denk je niet dat daar het
breekpunt gaat zitten. Nou ja, maar wij moeten een oplossing vinden voor het voorkomen van een bordeel in een woonwijk. Dat hele vluchtelingenprobleem. Daarvoor moet je de mensen hebben die aan de knoppen zitten. Wij sturen ze de goede kant op. Wij laten ze zien, joh, dit en dit en dat, dat kan gewoon. Ga het nou eens doen. Er moeten ook snel verkiezingen worden, want dan kunnen we dat ook gaan doen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar ik zit hier vanuit de Amsterdamse gemeente. Ja, ik denk daarin in oplossingen. Nu vanuit Amsterdam zit je hier, hè? Dat contract loopt een half jaar nog. Dat de schip komt vrij. Dat probleem moet opgelost worden. Jullie zoeken je eigen probleem aan. Ja, kan niet dat zo en dit en dat. Ja. Kan niet, wil niet. Dat is natuurlijk niet de mentaliteit. Nee, ik kan er heel erg mee meegaan. Ik denk, je verschuift het probleem wat op het boot zit natuurlijk naar andere mensen toe nu. Want je kan die asielzoekers, waar moet je die naartoe brengen dan? Nou ja, die kunnen... Die moeten natuurlijk... Een heel groot deel kan terug. Een heel groot deel hoeft hier niet te zijn. Oké. Maar goed, dat staat allemaal. Dat is een beetje een wijdlopige discussie. Maar dat kun je ook allemaal lezen in ons modelplan. Maar die oplossing is er, hè? Ja. Alleen de onwil bij anderen om dat uit te voeren. Maar dat Deense modelplan, dat is haalbaar in Nederland, zeg jij. Daar moet je D66 en de VVD voor bellen. Ja, maar dat is haalbaar in Nederland, dat Deense modelplan wat jullie hebben. Ja. Asiel afwachten in partnerlanden is haalbaar. Grenscontroles weer invoeren is haalbaar. Verblijfsvergunningen, als je al mensen status geeft... voor veel kortere tijd uitgeven, Europees afgesproken moeten worden, wat je nu zegt. Nee, het is allemaal nationaal mogelijk om aan die knoppen te draaien. Dat hebben we natuurlijk goed uitgezocht. Maar we zitten niet zomaar wat te roepen. We hebben natuurlijk heel goed gekeken of dat allemaal kan, of dat allemaal mag. Anders moet je mensen niet... dat beloven. Kijk, je kan wel sweeping statements doen van alle grenzen dicht en niemand er meer in. Dat is natuurlijk onzin. Dan ben je mensen onzin aan het verkopen. Dat zeggen wij ook. Maar je vertelde vooral ook dat heel veel dames gedwongen zijn, hè, om op die wallen te zitten. Een aantal, Gaat het dan op die boot anders? Gaat het dan met een overheidstoezicht of zo? Nou ja, je hebt iets meer zicht op en controle op wat er gebeurt en wie daar binnenkomt. En ik blijf het een ingewikkelde business vinden, hoor, die prostitutie. Dat is misschien een hele andere discussie. Maar je hoort je die hele progressieve Amsterdamse gemeenteraad, hoor je maar al te vaak, seks werk is ook maar gewoon werk. En dan denk ik, nou, ik weet het niet. Als ik aan zo iemand vraag, zo'n GroenLinks'er of D66'er, zou jij het echt een top idee vinden? Voor je dochter. Als jouw dochter thuis komt, of jouw man of vrouw thuis komt, die zegt, schat, career move, ik word prostituee. Of mensen dan echt zonder met hun ogen te knipperen denken, joh, dat is net zoiets als postbode, leuk, lekker doen. Ik vraag het me af. Ik vind het een ingewikkelde business. Ja, maar een vrouw op een steiger, wordt ook niet... Ik denk dat het in zo'n schip wel veel makkelijker te controleren is wie daar binnenkomt en wat dan ook. Maar goed, criminaliteit rond die branche, hou je toch afpersing. Mannen die vrouwen te werk stellen en hun geld afpakken. Ja, maar je kunt het ook niet verbieden, zeg maar. Want dan gaat het in de illegaliteit. Ik weet niet of we dat moeten willen. Nee, dat bedoel ik. Dat is ook weer gevaarlijk, denk ik dan. Ja. Toch? Dat wordt misschien wel veel gevaarlijker daardoor. Dan krijg je dat het ondergronds gaat. En dan heb je er helemaal geen zicht.